Zo, dan kunnen jullie terugluisteren. Ja, en dan ga ik nu met de presentatie beginnen. Welkom allemaal. Ik ben Nettie Sommers en ik ben sinds juni 2020 een van de leden van de communicatiegroep voor Nederland. En wij zorgen dat de Nederlandstalige investeerders in de eigen taal op de hoogte gebracht worden. Dus dat is mijn taak met vier anderen. En ja, dan ga ik nu even beginnen met waar wij u iets over duidelijk willen maken, over iets heel moois. Want tegenwoordig is het milieu heel erg overal bekend. Men heeft er in kranten, tijdschriften overal over. We zullen allemaal rekening moeten houden met het milieu. En heel veel landen maken al afspraken en het zal alleen nog maar meer en sneller en beter aangepakt moeten worden. Want wereldwijd is er een groot milieuprobleem. En daar heeft de vervoerswereld natuurlijk veel aan bijgedragen. En daardoor krijgen we luchtvervuiling. Kijk maar op dat plaatje hiernaast. En nou is er een man geweest, de heer Anatoly Yuninsky. Die heeft dat jaren geleden al zien aankomen. Hij is een van de mensen die in Tsjernobyl gewoond heeft. Dus ouderen onder ons die zullen begrijpen wat dat wil zeggen. En vanaf, zeker daarvoor al, maar zeker vanaf die tijd is hij begonnen om toch iets beters te onderzoeken. Hij vond dat er toch een andere manier moest zijn om de aarde te kunnen redden als dat er steeds meer vervuild werd en eigenlijk onbewoonbaar om te wonen. En hij is dus vanaf 1978 bezig en tot vorig jaar 2020 heeft hij veel gedaan aan de ontwikkeling. En nu vanaf 2021 is er iets anders, maar dat vertel ik u straks. Dit is de heer Anatoly Yuninsky. Linksboven ziet u hoe dat hij er nu uitziet en rechts daarnaast hoe dat hij in zijn jonge jaren was. En hij is begonnen met die vrachtauto die op die rails omhoog rijdt. En dat is zijn eerste model geweest om te kijken dat je naar het tweede niveau kon om daar te gaan rijden. En het plaatje daarnaast, dat is waar hij uit wil komen om alles in de lucht te doen dat wij onder op aarde eigenlijk kunnen wonen in een mooie natuur. Wie is Anatoly Yuninsky? Hij is auteur, uitvinder en designer van de stringtechnologie. Hij is projectmanager van twee projecten van de Verenigde Naties. Hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij is onderscheiden met gouden medailles, diploma's. De internationale prijs Golden Charlotte heeft hij gekregen in 2009 en 2011, maar ook in 2018. En om dit milieu, om daar rekening mee te houden met het milieu, is hij gaan ontwikkelen wat je hiernaast ziet in dat plaatje. Je ziet een grote pilaar en daarboven zie je een soort van trein en daaronder zie je kleine treintjes. Nou, hier ga ik meer over vertellen, want in plaats van wegen aan te leggen, wil deze man op deze manier vervoerswegen aanleggen. Deze grote kolommen die zijn heel smal, gebruiken niet veel grondoppervlakte en het is daardoor ook milieuvriendelijker, maar er is ook geen fossiele grondstoffen nodig. En dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal. Hij heeft verschillende modellen ontwikkeld. Hier ziet u een aantal plaatjes. Kleine modellen, grotere modellen, langere. U ziet onderin in het midden ook palen in het water en daar overheen wagons. Alles kan. Het is milieuvriendelijk. Het is ook tsunami-bestendig. Maar wat kan hij hiermee bereiken? Natuurlijk het beter leefmilieu voor dieren. De auto's, als je ziet links het plaatje, dan zie je auto's in een file die stilstaan, maar erboven overheen gaat gewoon een wagon over het tweede niveau. Dus de oplossing van files is natuurlijk een heel belangrijk iets. Dan zie je rechts in het midden, in fabrieken kunnen pallets geladen worden in wagons en dan ergens heen gestuurd worden via de blockchain. Want u ziet wel dat hier geen chauffeur bij nodig is. Alles gaat dadelijk automatisch computergestuurd via de blockchain. Kan men zo'n wagon met een pallets erin sturen naar de plaats van aflevering. Nou, hoe mooi is dat? Er zijn ook al verschillende studenten die opgeleid zijn in het opleidingscentrum in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in Minsk. En er zijn al verschillende studenten die hierop afgestudeerd zijn. Hoe mooi is dat? Dat er al mensen afgestudeerd zijn op dit systeem waar wij eigenlijk onze medewerking aan verleend hebben.
Nou zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar dit bestaat al, dit is niks nieuws. Ja, klopt, en toch is het anders. Want alles wat u hier ziet is niet hetzelfde als waar ik over aan het vertellen ben. Als u linksboven het plaatje kijkt, in Duitsland zijn pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En ook het plaatje rechts daarnaast in China is precies hetzelfde. Een tram met wielen aan de bovenkant op het dak. En dat verschilt alleen met tram op de grond en doordat hij minder ruimte in beslag neemt, maar dat is het enigste verschil. Hij verbruikt nog net zoveel fossiele grondstoffen en hij vervuilt nog net zoveel. Dan moet je het ook niet verwarren met een kabelbaan. Want de kabelbaan, dat zijn de linkerplaatje en het rechterplaatje onderin, die hebben geen eigen motor. Dat zijn wagons of andere plaatsen waar mensen op kunnen zitten, waar men vooruit getrokken wordt met een kabel. Er zit dus geen motor in. Die kabel draait van punt A naar punt B, op en neer rond en ja, dat is het. Het is geen eenzijdig vervoermiddel. Maar als je dan gaat kijken wat de firma YouSky heeft ontwikkeld, dan ziet u een transport boven de grond met een eigen motor. Die hebben een eigen snelheid. Verschillende snelheden kunnen hier behaald worden. En dan ziet u linksboven het plaatje, dat is de Uniflash. Dat was voorheen de High Speed Unibus. Een nieuwe naam is er gekomen, de Uniflash. En die kan tot 500 km per uur. Daaronder, linksonder, ziet u de Unicar. Die kan in één wagon, twee of middenin meerdere tussenruimtes. En dan kan die groter worden tot 250 zitplaatsen. Dat is de Unicar. Middenin ziet u een transportband. En rechts ziet u de Unitruck. Dat zijn wagons voor de industrie, de laatste twee. En daar kan men kiezel, zand of wat dan ook in vervoeren van een mijn of waar het gedolven wordt naar de plaats waar het verder ontwikkeld en verwerkt en vervoerd kan worden. Maar hoe gaat dat nu? Wat is het verschil dan met het normale vervoer? Nou, hier ziet u, als ze een spoorbaan aangeleggen, dan moet de weg geëgaliseerd worden. Dan ga je van punt A naar punt B alles glad maken. Dus een rivier wordt gedempt en bergen die worden plat gemaakt, zodat de trein heel netjes glad eroverheen kan rijden. Of er wordt door een berg helemaal een tunnel gemaakt, dus heel die berg wordt in feite beschadigd. Dan zie je in het tweede plaatje dat de dieren hun leefmilieu kwijt zijn. Ze kunnen daar niet meer leven, want de berg is weg en de rivier is weg. Dus de flora en fauna ben je kwijt. Dan moet daar ook nog een 2 meter brede meerlaagse fundering aangelegd worden voor de spoorstructuur. En dat is natuurlijk een 2 meter brede voor de heenweg en terugweg. Dus dat wordt dan 4 meter. En dan kunnen er pas de rails overheen gelegd worden waar het rollend materiaal overheen kan. Maar wat doet Jininski String Technologie? Die heeft geen wegbedding nodig. Die maakt pilaren en die maakt de soort wegbedding op het tweede niveau. Het eerste niveau noemen wij dus de weg op de grond. En het tweede niveau is boven de grond. En zo kun je de zware grondwerken met zware machines vermijden. Dan kunnen ze die pilaren, hoeven ook niet zo dik en zwaar te zijn, die maken ze dunner. En dan kunnen ze van pilaar naar pilaar een kabel strak overheen trekken. Zoals je ziet hier rechts een getwiste snaar, zoals een koorddanser, een koordloper, loopt over een snaar heen. Zo zitten in die bekabeling zitten meerdere snaren om het stevig en strak te maken. Dan wordt de kabel strak getrokken en die wordt aan de uiteinde bevestigd, die wordt vastgezet. En dat is, moet je een beetje hetzelfde zien als bij een gitaar. Bij een gitaar ga je ook op een gegeven moment aan die uiteinde ga je de snaren spannen minder strak of strakker, net wat nodig is om een geluid uit te krijgen. En dat doen ze hier hetzelfde, maar dan wat nodig is om het goed te kunnen, het vervoer er overheen te kunnen laten gaan. En dan heb je zelfs, zoals je bij het onderste plaatje ziet, niet alle pilaren nodig die nodig zijn. Men kan grote overspanningen gaan krijgen. Op dit moment wordt al een overspanning getest van 280 meter. Maar ik heb begrepen dat die nog een paar honderd meter groter kan worden als overspanning. En wat doe je dan met die snaren? Als die snaar er is, dan doe je er ook nog een stijf omhulsel omheen. Kan wel, het hoeft niet, want het plaatje eronder zie je als er geen stijf omhulsel omheen zit. En dat is voor het lichtere vervoer. Dan krijg je niet een doorgebogen lijn, maar een stijve rechte lijn.
En over dat omhulsel komt straks ook nog een harde laag. En dat zie je hier. Dan zie je het, de stijve omhulsel met daar overheen nog een harde laag. Die is gemaakt om extra bestand te zijn, zodat je, dat er gegarandeerd 100 jaar mee gereisd kan worden zonder hier verder veel onderhoud aan te hoeven doen. En ook de beveiliging, het ontsporingssysteem, is een heel belangrijk iets. Want de wielen rollen over de bovenkant van het rechterplaatje, als je daar kijkt. Daar gaan de wielen overheen. Kunt u straks op een volgende plaatje nog beter zien. Maar aan de zijkanten, in die oranje rondjes, daar zie je dat de wagon ook vastgehouden wordt in die rails door het ontsporingssysteem. Dat is gewoon een heel mooi, uniek systeem, wat super perfect is uitgevoerd en waar geen één wagon mee kan ontsporen. Maar ze kunnen de spoorstructuur, die belasting, nog meer verminderen. Er kan één lange grote trein overheen, maar men kan ook zorgen dat er meerdere wagons uit elkaar, de trein in feite in stukjes geknipt wordt, zodat er meerdere wagons achter elkaar kunnen. En dan is dus de belasting is veel minder, maar de wagons kunnen ook sneller vertrekken. Ze kunnen zelfs met een tussenpoze van 10 seconden kunnen ze elkaar volgen. Het zal niet altijd zo zijn, maar het kan wel. Zo is het berekend al. Dus het is gewoon door die moderne ontwikkeling met computertechnologieën kun je alles helemaal volautomatisch automatiseren. Maar er is nog iets. Zelfs flats die al bestaan, men maakt torenflats waar stations in kunnen komen, maar men kan ook een station maken in een al bestaande flat. Wat doet men dan? Dan zet men een pilaar, een steun, voor een gebouw en achter een gebouw, zodat de fundering niet belast hoeft te worden. En in het gebouw maakt men dan een station. Dan is er totaal geen belasting voor de fundering. En men heeft in een station, in een gebouw, een station. Hoe mooi is dat? En hoe kan men bouwen in moeilijk begaanbare gebieden? Met een drone. Een paar jaar terug hebben wij daar al iets van gezien op een open dag. Zagen we daar een drone. En werd gezegd, die moet tot 1500 kilo kunnen dragen. Op dit moment wordt dit al getest met iets van 600 of 650 kilo draagvermogen dat hij nu al kan vervoeren. En men is het nog verder aan het uitontwikkelen. Om even terug te komen op de spoorstructuren. De bovenste lijn zie je dus de harde lijn, de dubbele lijn met de bekabeling erin. En de tweede, dat is een dubbele boven- en ondergrondse vervoerlijn. Dan kan er boven overheen kunnen containers gaan of het snelle vervoer voor die 500 km per uur kan, voor passagiersvervoer tussen steden, voor lange afstanden. En onderin kan het stedelijke vervoer gedaan worden die 150 km per uur snelheid kan krijgen. En de alleronderste, dat is de doorgebogen structuur, dat is de lichte baan die ook binnen in binnenstedelijk gemaakt gebouwd kan worden. En dan zie je hieronder, de mensen staan erbij, als je dan ziet hoe smal en dun die structuur is, valt er heel veel mee, is het echt niet zo zwaar en groot als iedereen zou denken. Maar het kan nog smaller, want de gebogen spoorstructuur, kijk eens die bril, hoe groot dat een bril is en hoe klein de laag is waar de wagons overheen gaan. Die kan dus doorgebogen zijn. En in het midden ziet u dat gele. Dat is een geluiddemping. Men vond nog te veel demping, te veel herrie. En daar heeft men nog met meer demping uit gaan zoeken hoe dat ze het geluid nog stiller konden krijgen. Maar ook de snelheid. De aerodynamische weerstand van de lucht. Bij een auto, als ze die testen, dan hebben ze voor een hele mooie, gladde, soepele kant waar de wind tegenaan gaat en er mooi overheen gaat. Maar achter een auto krijg je een werveling. En onder de auto kan ook niet veel wind weg. Maar als u dan de wagon ziet van de Uniflash, dan ziet u op het tweede niveau, de windwerveling kan er boven overheen en onder eroverheen. En achter gaat die vloeiend verder, daar is geen werveling. En bij de auto wel. Daardoor zie je ook dat het energieverbruik bij de bovenste een heel stuk minder is als bij de onderste. Een groot verschil. De skywayvervoer op het tweede niveau wordt dus niet beïnvloed door deze wervelstormen.
Een Uniflash is te bezichtigen geweest op de Innotrans in Berlijn in 2019 en op het Ecopark in Minsk. En deze originele rompvorm maakte dus mogelijk om unieke snelheidsprestaties te behalen. En hiernaast zie je nog een keer een plaatje, het verschil tussen een wagon die 14 mensen kan vervoeren en de Uniflash die met 6 mensen kan vervoeren. Ze rijden allebei een snelheid, een lengte van 100 kilometer. En de ene met een snelheid van 100 km per uur. En de andere, de rechtse, de Uniflash, met een snelheid van 500 km per uur. Dan zou je zeggen, die verbruikt ook 5 keer meer energie. Maar dat is dus niet waar. De Unicar, die gebruikt 0,12 kilogram per ton kilometer. En de Uniflash, die 500 km per uur kan, die heeft in feite veel en veel minder nodig. 0,065. Dat is een groot verschil. Maar alvorens de markt te betreden, moet elk voertuig, en vooral het voertuig wat mensen vervoert, aan heel veel tests onderworpen worden. En documenten die dit bevestigen, die hebben verschillende modellen al doorstaan. Hier ziet u de heer Anatoly Janinski met documenten in zijn hand. En die zijn er heel veel. Dit is een klein, nog geen tiende deel van alles wat er is. Hier zitten documenten tussen, goedkeuringen tussen, patenten tussen, diploma's ook al. Hier links zie je in 2019 werd Skyway een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling wat gehouden werd. Daar hebben ze ook een certificaat, een diploma voor gekregen. En rechtsonder ziet u wat goedgekeurd is in Europa. Als je goed kijkt, staat daar bij die pijl Brussel, 16 februari 2018. Dus 16 februari 2018 is er gewoon al een gesprek geweest en een goedkeuring geweest voor Europa. En dan kunnen mensen zeggen, het mag niet in Europa, het mag wel. Alleen de manier waarop het naar buiten gebracht wordt, is gewoon een groot verschil. Wij moeten hier vertellen wat de technologie is, wat het doet, hoe goed het voor het milieu is. En daar is niks mis mee. Dat is gewoon heel goed. Hier ziet u nog een aantal uitwerkingen. Mensen die technisch zijn, die heel technisch zijn, die willen meer weten. Die zeggen, nou, hoe werkt dat? Hoe zit dat? Nou, er zit patent op die motor, dus daar wordt niks over verteld. Maar er is heel veel meer wat uitgerekend is, uitgewerkt is. En alles kunt u vinden als u in uw account gaat kijken. Kunt u deze uitwerkingen allemaal vinden. En dan weet je al heel veel hoe het systeem in elkaar zit en hoe het werkt. Maar hoe de motor in elkaar zit en hoe die werkt, dat gaat nooit verteld worden, want er zit patent op. En iedereen weet waar patent op zit. Dan heeft een bedrijf een heel aantal jaren het alleenrecht om dit te ontwikkelen en om hier geld mee te verdienen. En dan mag de concurrentie mag dit niet namaken. Nou, dat is heel mooi. Dus wij mogen ook niet weten hoe het werkt. En dat is helemaal niet erg, want het is voor ons alleen maar een voordeel. Maar om veel meer te weten hoe het allemaal zit en wat de ontwikkelingen zijn, kun je ook bij de nieuwsberichten kijken. En dan zie je alle berichten wat weer bekendgemaakt is. En ook op de site van de RSW, en dan de rsw-systems.com, kunt u ook heel veel vinden wat er allemaal in de loop der jaren ontwikkeld is. Dit zijn een aantal modellen voor passagiersvervoer. Rechts ziet u de modellen die destijds gemaakt zijn voor met de computer. En links zijn echte foto's. Dus bovenin ziet u de Uniwind. Daaronder de Unibike U4621. En daaronder de Unicar U4430 en de Unicar U4430T3. Dat is natuurlijk wel een verschil, een klein lettertje verschil, maar het is wel een groot verschil in de Unicar. En dan ziet u daaronder een Unibus, dat is weer een ander model. En heb je de enkelvoudige, de dubbele, of eventueel met ook tussencompartimenten ertussen, zodat de wagons verlengd kunnen worden. Hierboven ziet u het nog een keer, de Unibus. En dat is een iets ander model. En dan daaronder ziet u de Uniflash. De High Speed Unibus staat daar, U4365. Maar dat is inmiddels de naamsverandering heeft hij ondergaan en is de Uniflash geworden. En daaronder ziet u vervoersmiddelen voor de industrie. De Unitruck en de lopende transportband. En hier het belangrijkste, de bovenste, het containervervoer.
De Unicont U42901, dat is de lichtere vervoersvorm, die wordt op dit moment getest, zelfs in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is al getest in Belarus, maar nu ook voor het warme klimaat bij de Verenigde Arabische Emiraten. En daar moet straks een lijn gebouwd worden van minimaal 25 kilometer, zodat hij 10 kilometer kan optrekken en 10 kilometer kan remmen en 5 kilometer kan rijden op de snelheid om ook daarvoor een goedkeuring te krijgen, zodat het gebruikt mag worden en mensen geleverd kunnen krijgen en gebouwd mogen worden in de verschillende landen. Daaronder in het midden ziet u de Unitruck en dan ziet u twee modellen en helemaal als onderste ziet u de lopende band, een transportmodi voor het vrachtvervoer. En als je dan kijkt naar de bouwkosten, deze modellen zijn allemaal ontwikkeld en is allemaal berekend. De bouwkosten van Skyway links ziet u een heel klein stukje blauw. Maar voor het trein- en het vrachtautovervoer is er veel meer bouwkosten nodig. Maar milieuvervuiling, dat slaat wel echt alles. Skyway ook weer maar een heel klein beetje milieuvervuiling. Maar de trein en vooral de vrachtauto, dat is verschrikkelijk. En kijk eens naar de plaatjes hiernaast. Dan ziet u onder de vrachtauto of die trein best milieuvervuilend. Je ziet het gewoon naar de kleur. Vuil zit eraan vast. Maar als je dan de plaatjes ziet hoe het nu is, hoe het kan worden met in het midden de Unicont en daaronder de, in de industrie in de Unicars. Hoe mooi is het dan? De containers kunnen vervoerd worden, de pallets kunnen vervoerd worden. Het is een heel ander soort systeem. Totaal geen milieuvervuiling. Maar dan zeggen heel veel mensen, maar wat als het gebeurt dat er een wagon stilvalt? Wat dan? Nou, u ziet het hier, ze komen bij elkaar. Elke wagon die heeft een voor- en achterkant een aankoppelingspunt, zodat wagons aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En dan kan een wagon terug of vooruit naartoe rijden en die koppelt aan en die duwt de wagon naar het eerstvolgende station. En dan kan die verder voor reparatie of wat dan ook bekeken worden. Ik vind het ook even heel belangrijk dat u daarachter kijkt. Daarachter wordt een nieuw project ontwikkeld. Daar kan ik nu nog niet veel meer over vertellen. Maar dat is het eerste traject, komt daar naartoe. Wat het eerste commerciële traject wat gebouwd gaat worden. Ik heb daar nog geen plaatjes van. Komen we de volgende keer, zullen we waarschijnlijk wel bij gaan vertellen. Maar daarachter ziet u al een paar gebouwen. Maar bij die vijver, daar wordt veel en veel meer gebouwd. En daar komt het eerste grote project waar mensen dus op kunnen stappen, moeten betalen en uit kunnen stappen om naar een park te gaan om te kunnen vissen of om eventueel vakantie te houden. Dit is Skyway Transport wat wij in Minsk gezien hebben. Met de open dag in 2019, dat is de laatste keer geweest, hebben wij deze Uniflester boven op en neer zien rijden. En daaronder in die Unicar hebben we mee mogen rijden. Mochten we instappen en een ritje van de ene kant naar de andere kant. Men heeft twee prioriteitsrichtingen. Ten eerste het personenvervoer en ten tweede het vrachtvervoer. Het containervervoer. En zoals u ziet, ziet u linksonder een container op een Unicont staan. En die gaat naar een haven in zee. Een aanlegplaats, haven mag ik het eigenlijk niet noemen. Het is een aanlegplaats in zee, waar grote containerschepen kunnen aanmeren. Daar de containers eraf halen die nodig zijn. Eventueel nieuwe weer erin laden. En ze kunnen weer verder. Ze hoeven niet het hele traject in de haven om daar geladen en te lossen. Het kan op zee en men kan verder. En links ziet u het plaatje waar de container er bovenop zit. Maar in het midden zijn de containers die erin aanhangen. En blijkbaar zijn die nog beter te ontwikkelen en nog veiliger om te maken en te vervoeren. Het lijkt van niet, maar blijkbaar wel. Maar het geluid, had ik het straks al over. Dat is ook iets belangrijks. De wagons die maar tot 120, 150 kilometer per uur rijden, die zijn geruisloos. Maar een wagon die straks, die Uniflash, die tot 500 kilometer per uur gaat, die maakt wat meer geluid. En daar was men het bij de Minsk String Technologies niet helemaal over eens. Men heeft een bedrijf gevonden die dit nog beter heeft kunnen laten absorberen.
En in de rode rondjes ziet u een soort materiaal wat het geluid helemaal kan absorberen. En ook het onderste plaatje, dan hebben ze met schroeven ook iets kunnen maken dat het laagfrequente geluid wat van de spoorwielen komt, geabsorbeerd wordt. En die hebben trillingsisolatoren toegepast. En die zitten daar bij de schroeven, blijkbaar. Oh, wacht, ik had er eentje te ver volgens mij. Hier ziet het even iets in het groter. Dan zie je het gele is het absorberende vermogen. Maar daarboven die schroeven hebben ook nog een hele belangrijke functie. Ze zijn geïsoleerd van elkaar. En dat is ook natuurlijk nog eens heel belangrijk voor de elektrische spanning. Want er komt een elektrische spanning van wel 1000 watt. Het transport op snarrails beweegt zich boven wegen en boven water. Zo kunnen ze andere vervoerswijzen niet verstoren. Het water, de scheepvaart kan doorgaan, maar ook het milieu, de dieren worden niet verstoord. Links ziet u een plaatje waar het autoverkeer door kan rijden, maar het vrachtvervoer gaat door de lucht. Dus veel minder files zullen dit op gaan leveren. En rechts ziet u, helemaal rechts bovenin, in bergen. Hoe makkelijk dat het is dat er geen bergen, geen zigzagwegen door die bergen aangelegd hoeven te worden, maar haaks recht eroverheen. Dat scheelt ook heel veel reistijd. Ze hebben minimale grondwerven nodig. Maar bergen, bossen en wateren zijn dus totaal geen obstakel meer. En het is niet nodig om het terrein waterpas te maken. Dus, en de vruchtbare grondlaag wordt niet vernietigd. En het USKY transportsysteem, wil zich onderscheiden, kan zich onderscheiden. Ze hebben een hoge efficiëntie. De lage schadelijke gevolgen hebben ze voor het milieu. Ze hebben een hoge mate van veiligheid in de personen- en het vrachtvervoer. Ze zijn bestand tegen sneeuwstormen, mist, stof of zandstormen. Ze zijn betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, want men heeft het getest van min 60 tot plus 60. Daarom is het Belarus-systeem en het Verenigde Arabische Emiraten-traject waar ze aan het testen zijn, allebei heel erg belangrijk. En het is ook bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat betreft de milieuvriendelijkheid, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van natuurgebieden. Deze baan vernietigt geen vruchtbare grond, maar ook de vegetatie niet die erop groeit. En trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. En dat ziet u hier rechts. Als die groene blokjes, dat zijn allemaal containers, die hier een materiaal van zand vervoeren, heb ik begrepen. En als dat allemaal vrachtauto's waren, die zo snel achter elkaar over een weg op het eerste niveau gingen rijden, dan hadden die kangaroes, die er nu midden op de weg staan in feite, geen schijn van kans. Maar ook heel veel ander leven, wat veel kleiner is, dat had geen schijn van kans en er werd er heel veel leven vernietigd. En nu kan de natuur zich helemaal herstellen zoals het vroeger was. En het vervoer van mens en dier en vracht kan boven de grond. Alles wat vervoerd moet worden, kan dan boven de grond. En onder de grond heb je een heel mooi leefklimaat voor ons, maar ook voor de dieren. In 2019 is het snartransport gepresenteerd op 18 grote internationale beurzen. En er heeft het heel veel aandacht getrokken. En in Berlijn ben ik geweest om te kijken. En daar zijn de onderste twee plaatjes van. Ja, het linksboven ook trouwens. En dan zag je rechtsonder de Skyway stand. En dit is een foto toen het niet zo erg druk was op de stand. En dan zie je helemaal achterin ziet u de Uniflash, de High Speed Unibus staan. En links, het links onder het plaatje, daar staan drie mannen van een concurrerend bedrijf. En die staan met verwondering te kijken naar de gang en de stand van ons Skyway systeem. Want iedereen kijkt die kant heen en niemand kijkt naar hun. Ze begrijpen er helemaal niks van. Die hebben alle dagen van de beurs hier, ja, denk ik toch wel, met tandenknarsen staan kijken waarom niemand bij hun kwam kijken. Hier zie je de motorwielen. Dit is een van de wielen die gebruikt worden onder of boven een wagon die erboven hangt of die eventueel aan de onderkant zit als je er overheen rijdt. En die hebben dus een heel laag energieverbruik. Ze zijn compact. En hier zit dus het patentgedeelte in, wat wij niet kunnen zien.
Maar door de minimale rolweerstand van dat staal op de stalen rails geeft gewoon ook een energieafgifte. En daar heb ik denk, oh, er komt zo meteen nog een plaatje van waarschijnlijk. Dan kun je het zien hoe dat het is onder, aan de onderkant in zo'n wagon. Maar hier ziet u eerst het kantoor in Minsk. En rechtsboven ziet u het nieuwe kantoor wat sinds kort betrokken is. Eerst hadden ze een kleiner kantoor, was veel te klein. En men heeft nu een nieuw kantoor betrokken. En daar zitten dus 100.000 hooggekwalificeerde specialisten te werken. De totale oppervlakte van deze kantoor en productiecapaciteit die men nu heeft is meer dan 10.000 vierkante meter. Want er zijn ook nog een aantal fabriekshallen. En hier ziet u een van die fabriekshallen. Dan, dit was eerst het witte gedeelte, daar was eerst het kantoor, daar is men begonnen. Daarna is een tweede, kleiner, groter kantoor genomen. En daarna was het dus het kantoor wat u daarnet gezien heeft. En dat zijn alle bedrijven die hier door Skyway al gebouwd zijn en gebruikt zijn. Linksonder ziet u een ruimte met een wit dak. Daar, dat is nu weg en daar heeft men ook een grote hal neergezet waar men ook nog de nieuwe vervoersmiddelen aan het produceren is. Hier wordt ook de wagon gebouwd die 250 passagiers tegelijk kan vervoeren. En de containers die van 2 tot 35 ton gemaakt kunnen worden. Dit is het park in Minsk zoals men in het begin in 2015 had gekregen. Dit is een oud militair complex. En hier zijn ze het helemaal aan het opschonen en milieuvriendelijk aan het alle slechte materialen uit de grond aan het halen. En daarna heeft men het park rechts kunnen bouwen zoals het er in 2019 uitzag. Linksboven ziet u wat men de bedoeling had om het te gaan bouwen. Dat was getekend in 2016. En dan ziet u rechts dat er veel en veel meer gebouwd is. U ziet daarachter ook de vijver. Die vijver die zag er eerst heel anders uit, want dat ziet u op het plaatje bij de ontwikkeling in 2015. Dan ziet u daarachter ook de vijver rechtsboven in het hoekje. En dat is gewoon een beetje met een beetje uitsteeksels. Maar als u dan het plaatje kijkt van 2019, dan ziet u dat daar al dingetjes gegraven zijn om daar iets meer te bouwen en iets meer mee te gaan doen. Want Janinski gaat altijd zelf ook vissen. Hij is nogal een visfanaat. En hij kan daar ook gaan vissen. Hij heeft daar een visvijver. Mensen kunnen daar ook gaan vissen. En ik heb al een website gezien waarin precies staat dat je materiaal kunt huren en daar naartoe kunt gaan. En rechts van dit traject over die grasvelden, daar net naast, wordt de nieuwe eerste route gebouwd van 1125 meter naar die vijver en naar het vakantiepark wat daar ontwikkeld gaat worden. Dit zijn de foto's die echt werkelijk in Minsk te zien zijn. Dit zijn alle wagons die hier staan, die ontwikkeld zijn. Je ziet ze allemaal als je goed kijkt, de verschillende modellen. En hier zijn we bij de Arabische Emiraten aangekomen. Want in september 2018 is men in de Arabische Emiraten begonnen. Met de bouw van het Skyway Innovatiecentrum. En de sheik van de Emiraten heeft dit een stuk grond aan Skyway toegebedeeld om daar te mogen bouwen. Dan ziet u rechts onder het eerste houten huis wat daar gebouwd is. En daar rechtsboven was een tekening van een model hoe het zou moeten gaan worden. En rechtsonder ziet u hoe het is geworden. Er is een rondondaal aangelegd, er zijn al meerdere wegen aangelegd. En wat u de linker twee plaatjes ziet, dan ziet u wat men nog meer gaat bouwen en wat ze willen doen. Er worden vier lijnen worden daar gebouwd. En dit is de eerste lijn die klaar is. En daar is achterin ziet u een station wat gebouwd werd toen. Want dit is een foto van een jaar geleden. En vanaf het station naar de eerste pilaar is 100 meter. Pilaar 1 naar pilaar 2 is 200 meter. En dan weer 100 meter naar het volgende station. En linksonder ziet u het plaatje dat het station klaar is. De allereerste test is gedaan met een Unicar. Maar linksonder ziet u dat inmiddels ook de containervervoer aan het testen is. Daar zijn ze nu mee bezig om het te testen, om te kijken wat er allemaal nodig is om het patent te verkrijgen. Wat is de toekomst in Dubai? Ze willen voldoen aan de toekomstige mobiliteitsbehoeften in Dubai.
De rail moet een gegarandeerde duurzaamheid hebben van 100 jaar. En de voorgespannen 8 draden bekabeling die erin zit, die zitten in een polymeeroplossing. En dat is ter bescherming voor de zware omstandigheden, zodat ze niet gaan rusten. Het systeem vereist veel en veel minder land en de infrastructuur is veel eenvoudiger. Het verbruikt ook bijna 5 keer minder energie dan elektrische voertuigen en dat is in lijn met de strategie van de Smart City van Dubai, wat de Verenigde Arabische Emiraten, de overheid, wil bereiken. Er zijn ook verschillende samenwerkingen met partners. En vooral mijn collega's uit België vinden dit heel interessant. Maar als ik het aan mensen uit België laat zien, iedereen kent het bedrijf Bekaert. En Bekaert is de officiële leverancier geworden van de stalen kabels. De snaren, zoals wij die noemen. En zij hebben dit al geleverd. De bekabeling die er ligt, die kun je ook zelfs zien als je op Google Earth gaat kijken. Dan zie je daar al die bekabeling liggen. En die worden geleverd nu. Dit is voor de 2,5 kilometer lange spoorbaan die op dit moment gebouwd gaat worden. Maar ze gaan voor alle bekabeling die gebouwd gaat worden, gaat Bekaert alles leveren. Maar ze hebben meer samenwerking, want ze hebben ook samenwerking om aan de Europese transportregelgeving te voldoen voor de noodverlichting en alle andere verlichting, zorgt het bedrijf, het Franse bedrijf Mafflec voor. En Voestalpine is een Oostenrijks bedrijf en die zorgt voor geharde gewalste staal. Om een beeld te geven, dit bedrijf heeft 500 kantoren in 50 landen, hebben meer dan 52.000 mensen in dienst. En in het boekjaar 2018-19 hadden ze een omzet van 13,6 miljard. En een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Nou, het is geweldig dat zo'n groot bedrijf een samenwerking aangaat met Unisys String Technologie. Dat is prachtig. Het bedrijf Voestalpine is marktleider in onder andere railsystemen. En ze werken samen met Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Ze zijn wereldwijd spannen ze zich in om de klimaatdoelstellingen te behalen. En ze werken ook aan de ontwikkeling van technologieën waarmee het de CO2-uitstoot op lange termijn zichtbaar kan verminderen. En in oktober 2019 werd door deze mensen, de leiders, de eigenaren van dit bedrijf, het Skyway Testcentrum bezocht om de kwaliteit van het stringviaduct te beoordelen. En daaruit is een samenwerking gekomen met dit bedrijf. Ze vonden het een verschrikkelijk mooi bedrijf en heel goed hoe Unisys String Technologie bezig was om ook zoveel aan het milieu te doen. En waarom investeren mensen in Skyway? Waarom ondersteunen mensen het Skyway transportsysteem? En dat is omdat ze allemaal zien dat het milieu dit nodig heeft. Voor de aanleg van een kilometer van de snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is de oppervlakte van een bospad. Dat is veel en veel minder als dat je nodig hebt voor treinwegen, maar zeker voor wegen voor de auto. Want dit is niet alleen een transport wat de trein kan vervangen, maar zeker ook de auto. En het is ook nog eens, de locatie van transport boven de grond zorgt ervoor dat de sterfte van dieren door botsingen eigenlijk niet meer voor kan komen. De aanleg van deze snarbanen zal het natuurlijke landschap heel erg veranderen. Het zal ook onze bossen zorgen dat die behouden blijven, dat die niet meer gekapt hoeven te worden. Dus er komt ook veel meer zuurstof voor ons als mensen vrij, maar zeker ook voor de dieren. Als je dan naar de bedrijfskosten gaat kijken, die bedragen minder dan de helft voor het conventionele spoorvervoer. En de elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie dan auto's. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren. En het is een energiebesparende oplossing met een elektromotor die deels op zonne- of windenergie kan worden aangedreven. Maar er zijn nog meer voordelen. Het is 3 tot 5 keer lager dan de kosten voor de meest betaalbare conventionele vervoerssystemen, zoals de aanleg van wegen, spoorbanen en kabelbanen. De elektropods die zorgen ervoor dat het standaard ISO-containers kunnen vervoeren met snelheden tot 120 km per uur. En de materialen die erin vervoerd kunnen worden, kosten 1 cent per ton per kilometer. Er zijn geen dure terminals meer nodig en de laad- en lostijden worden aanzienlijk verkort. En belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Er zijn geen files meer. En wat denk je van de dode hoek in een vrachtauto? Dat kan nu niet meer.
Dit is een mooi plaatje zoals in de Verenigde Arabische Emiraten gebouwd werd. Dan zie je in aanbouw een station en je ziet een vierkante pilaar en een ronde pilaar. Daar wordt men nu aan gewerkt. Dit is voor de tweede en de derde lijn die gebouwd gaat worden van allebei 2,5 kilometer lang. En hier vertelt een man, vorig jaar november heb ik dit plaatje van, daar komt hiernaast, laatste tweede en de derde lijn, komt een vierde lijn. En dat is de lijn die de wagon kan gaan testen voor de snelheid te behalen van 500 km per uur. Men kan dit in de Verenigde Arabische Emiraten doen en ook in Minsk in de Belarus. In Belarus kan men het 3 keer sneller en 3 keer goedkoper bouwen, maar in de Verenigde Arabische Emiraten, door het manier van bouwen en door de grondstructuur, zal het duurder worden en is het meer tijd nodig om te bouwen. Dus ik ben benieuwd welke spoorstructuur het als eerste klaar zal zijn. En dit is het plaatje wat ik daar straks bedoelde, waar de wielen staal op staal wrijving hebben. En door die wrijving op dat staal kan er energie opgewekt worden. En het is dus zeker een energiebesparende oplossing. En de wagon kan ook nog deels op wind- en zonne-energie rijden. De rail zelf heeft een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar. En er voorkomt corrosie van de voorgespannen banen, kabels, doordat ze in een harde omhulsel zitten. En die zitten dus weer in een polymeeroplossing. En dat beschermt hun tegen de zware weersomstandigheden. En sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Uninsky String Technologie de elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En onlangs hebben ze de overgang aangekondigd van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop op de internationale markt. En dat hebben we allemaal kunnen merken vanaf 13 juli, want CNN en heel veel andere mediabedrijven hebben er heel veel aandacht aan gespendeerd. We zijn overal ineens bekend geworden, we zijn op journaals terechtgekomen. Soms lachte men erom dat we niet konden begrijpen, de mensen, de journalist niet kon begrijpen dat dit kon. Dus ja, het is gewoon heel mooi. Het heeft echt al wat indruk achtergelaten. Maar het belangrijkste zakelijke voordeel is toch de lage marktkosten. Want voor het verhoogde vervoer gebruikt men per kilometer 1 miljoen kosten per kilometer om te bouwen. En dat is dus 3 keer tot 5 keer lager dan de kosten die men nu nodig heeft voor de aanleg van wegen en kabelbanen. Maar door het gebruik van elektrische stroom, het onbemand rijden en energiebesparende ingebouwde apparatuur van deze bijna geluisterloze elektropods, is er een vervoermiddel dat bijna geen impact heeft op het milieu. U ziet het rechte plaatje, wordt nu getest in Minsk. Dit is een plaatje van Minsk en het is nu in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar wordt het dus getest op het warm klimaat. En hier ziet u het plaatje eronder. Daar ziet u dat hij op dit moment in de Emiraten is. U ziet het aan de woestijnachtige grond die er nog ligt. Wordt daar getest. Het is dus voor straks een koude temperatuur en warme temperatuur. Men heeft alles getest om de patenten te verkrijgen. Maar de belangrijkste uitdagingen voor het huidige hoge snelheid transportsysteem zijn zeker de kosten. Als je dan kijkt dat in Europa de gemiddelde kosten voor aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen kost per kilometer. En het jaarlijkse onderhoud is 100.000 per kilometer. Dat is voor de normale hoge snelheidswegen. Maar als je de Hyperloop bekijkt, de constructie wordt nu geschat, op 50 miljoen kilometer. Het is nog in de conceptfase en je weet het, dat wordt altijd duurder. Als je dan kijkt naar Uninsky String Technologie, die banen die boven de grond komen, dan is een kostprijs van gemiddeld 5 miljoen per kilometer. Ik heb begrepen dat het tussen de 1 en 8 miljoen is wat men gaat kosten. En soms zal het zelfs kunnen voor 1 miljoen, maar gemiddeld 5 miljoen per kilometer kan men dit bouwen. Een groot verschil met de 30 of 50 miljoen per kilometer voor de hoge snelheidswegen of de Hyperloop technologie. Dit gaat het hele industriële vervoer fundamenteel veranderen. En ja, we gaan hier nog heel veel van horen. Als we het gaan samenvatten, is dit bovengrondse transport van Uninsky String Technologie innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en heel erg milieuvriendelijk. Als je gaat kijken
kun je het bij de rsw-systems.com kun je nog heel veel daarvan vinden. Heel veel mensen zeggen, kan ik hier ook in participeren? Natuurlijk. Men heeft nog, we zitten nu in fase 14.2 en tot en met fase 15 wil dit bedrijf graag nog dat de mensen het bedrijf financieel ondersteunen. Want hier is helemaal geen geld gekregen voor een hypotheek of wat dan ook. Dit is allemaal eigenlijk gebouwd door giften van mensen die het bedrijf een warm hart toedragen en zeggen, nou, dit vinden wij een heel fantastisch systeem. Dit is goed voor het milieu. Al de milieubewegingen die op dit moment allemaal heel hard roepen dat het allemaal zo slecht is en dat auto's rijden en alles en de shells van deze aard kost. Het milieu zo vervuilen en er weinig aan doen. Nou, hier het Skyway-systeem is heel milieuvriendelijk en wij als particulier kunnen dit bedrijf ondersteunen. Hoe mooi is dat? En in de toekomst krijgen wij daar een tegenprestatie voor van het bedrijf. Dus meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Mensen kunnen via crowdfunding dit systeem ondersteunen. Maar iedereen die hier nu zit te luisteren, die kan zich wenden tot de persoon die jou hier naartoe gestuurd heeft. En dan kunnen ze daar vragen hoe het verder zit. En anders zijn wij ook altijd bereid om nog uitleg te geven. Hierna op het eind geef ik ook even onze telefoonnummers. Hier nog even een heel mooi plaatje. Links ziet u de heer František en Maslov. Die zijn samen naar de Vietnam geweest. En dat moest wel helemaal ingepakt, want men moest in quarantaine. En men dacht 14 dagen, maar ze hebben 4 weken in quarantaine gemoeten. Van de 3 weken die ze hadden, dachten ze, hadden ze maar 1 week over om met heel veel partijen te praten. Ze hebben het die laatste week dus heel druk gehad voordat ze weer terug moesten. En daar hebben ze flink wat gesprekken gehad en ook handtekeningen gezet om een samenwerking aan te gaan dat dit systeem gebouwd gaat worden, ontwikkeld gaat worden in die landen. In Vietnam, dus hoe mooi is dat? We gaan er in de toekomst nog meer van horen. Hier heb ik nog even een plaatje, omdat we kunnen zien hoe milieuvriendelijk dit is, hoe weinig uitstoot dat er is, totaal niks, en hoe goed dat het is voor het milieu. Wil je het milieu redden, wil je het milieu ondersteunen, dan is dit een hele mooie oplossing. We hoeven hier niet voor te gaan demonstreren. We kunnen hier het bedrijf ondersteunen. En dan kunnen we heel veel voor de aarde doen. Wil je er meer van weten? Er zijn een heel aantal websites waar je naartoe kunt gaan kijken. Hier YouTube-kanalen met mooie filmpjes, hele mooie filmpjes allemaal. Er is een whitepaper, je kunt het whitepaper gaan lezen. Dat je kunt zien van dat het bedrijf goedgekeurd is door zijn whitepaper. Anders krijg je geen whitepaper. En wil je meer weten, dan kun je mij of Earl bellen als je iets niet begrijpt of niemand hebt die het je hier verder uit kan leggen of die je kan ondersteunen, zijn wij ten alle tijde bereid om mensen verder van informatie te voorzien. En dan wil ik u nu danken voor uw interesse in onze presentatie, in het mooie systeem van Skyway Uninsky stringtechnologie. Ik zet het plaatje nog even terug op het milieuvervoer, hoe mooi dat het is. En dan wil ik u allemaal hartelijk danken dat u hier geluisterd heeft. Een volgende keer zullen wij zorgen dat we ervoor en daarna weer een mooie film kunnen draaien. Maar doordat wij vandaag ontdekten dat we een hele nieuwe site kregen die er helemaal anders uitzag. En waar we totaal niet wisten hoe we hiermee om moesten gaan. Gelukkig waren we op tijd begonnen en hebben we het, Earl en ik het samen kunnen fixen om het op tijd voor jullie klaar te hebben. Dat we jullie de presentatie konden laten zien. En volgende keer krijgen jullie weer een mooie film hierna te zien. Maar nu wil ik u bedanken voor het bijwonen van mijn presentatie. En wil ik u zeggen graag tot de volgende keer. Dus bedankt voor het luisteren en tot ziens. Ik ga nu deze presentatie ook afsluiten.